stond ik mijn verhaal te doen en dan was ik daarmee klaar. En dan vroegen ze van, can you point out where Tom Hanks is buried? Iedereen die wel eens The Longest Day of Saving Private Ryan heeft gezien, die kent dit strand. Omaha Beach, een van de 5 invasiestranden op 6 juni 1944 in Normandië. Hier hebben de Amerikanen de zwaarste gevechten geleverd, want het strand was zwaar verdedigd en de Amerikanen hadden het enigszins onderschat. We zijn nu 80 jaar verder en het heeft nog altijd heel veel impact op deze regio. Roel Klinkhamer is ruim 20 jaar gids geweest in het gebied en een echte D-Day-kenner. Ook hij ziet dat de populariteit, mede door de films en series, nog altijd onverminderd groot is. Die films hebben natuurlijk ook enorm geholpen, de toestroom van toeristen naar dit gebied. Ik kan niet anders zeggen dat die films ook mij geholpen hebben om cliëntelen te krijgen. Voor de Amerikanen dat is echt een onderdeel van hun reis naar Frankrijk. Ja, van dat we moeten de Eiffeltoren zien, we moeten naar Mont Saint-Michel en we zitten toch in de buurt. Dan gaan we ook naar Normandië. Jaren geleden was dat, mijn vader was erbij betrokken, toen was het mijn opa was erbij betrokken en nu is het mijn overgrootvader was erbij betrokken. In het verleden toen die film net uit was, dan stond ik mijn verhaal te doen en dan was ik daarmee klaar. En dan vroegen ze van, can you point out where Tom Hanks is buried? De personage die gewoon verzonnen was. Ja. Nou, Tom Hanks die leeft gelukkig nog steeds en is niet begraven. Die D-Day leeft. En iedereen denkt, ja, dit is de laatste grote herdenking. Maar dat geloof ik niet. De kinderen van veteranen komen, de kleinkinderen van veteranen komen. Nee, en ook zeker dankzij die films, Saving Private Ryan, Band of Brothers, blijft het. Ja, blijft het actueel. Ja, absoluut. Er wordt gezegd dat er een paar miljoen, 5 miljoen bezoekers op het Schiereiland zijn. Ja. Ik heb de piloten ontmoet. Ja, die waren 21 en die zaten dan met een sigaret op voor in zo'n C-47 Skytrain, die DC-3 Dakota. En dat kan je niet voorstellen, zulke knapen. En zeker als je dan kinderen zelf hebt en die jongens komen allemaal in die leeftijd. Dat je denkt, van dan moet je toch niet aan denken dat je er daar 1 of 2 van moet laten gaan. Verspreid over heel Normandië zijn er diverse authentieke legerkampen opgezet. Een ervan is kamp Geronimo bij St. Mary Glees, waar het barst van de Nederlanders. Hoe vindt u het om hier te zijn? Ja, heel indrukwekkend. Ja? Ja, we waren net bij al die toespraken. Op het plein in St. Mary Glees. Ja, heel indrukwekkend. Je bent van de Prinses Irene Brigade. Ja. Waarom zijn jullie in Normandië? Om te herdenken dat onze fusiliers, onze voorgangers, hier de strand op zijn gekomen. Indrukwekkend. Echt heel indrukwekkend. Er zijn echt 5 miljoen toeristen, hè, op het Schiereiland. Dat je het even weet. Ja, daarom. Dus, nee, maar zeker heel, heel gaaf. Waarom heeft het onderwerp zo uw belangstelling? Sowieso interesse in de Tweede Wereldoorlog. En ja, weet je, kijk om je heen. Er is hier zoveel te zien, zoveel te doen. Enorm mooie musea's. Dus, De man is een groot open museum, lijkt wel, hè? Ja. En sowieso een prachtig land. En deze sfeer en wat je allemaal ziet is gewoon heel indrukwekkend. Naast veel echte militairen bestaat er meerderheid uit hobbyisten die verkleed als soldaat of burger uit die tijd het gebied bezoeken. Maar daar hebben de kenners als Roel en Hans gemengde gevoelens bij. Dat het een beetje kermisachtig wordt, hè? Dat is jammer. In het verleden dan, als iemand zich verkleedde, dan wilde hij dat zo authentiek mogelijk doen. Dat echt zo van, nou, zo liepen die mannen er toen bij. En de laatste jaren, en dat is al wel jaren of 8, 9, misschien al wel 10 bijna, dat men iets groens aantrekt. Ja, en dan, ja, ik was erbij. Tussen aanhalingstekens, ik was er ook bij. En dan zeker ook dames die in outfits lopen, wat helemaal niet kan, wat toen niet gebeurd was. Vrouwen hadden geen gevechtsfunctie niet uit, toch? Nee, verpleegsters en Rode Kruis. Wij herdenken ze meer.
En ik vind dat heel vaak het accent wordt gelegd op eten en drinken. En een beetje macho rondlopen. Ja. Wat zou Normandië nou eigenlijk geweest zijn zonder die idee? Gewoon een stuk platteland met koeien. En eigenlijk verder niks. Want een heleboel, zoals het er hier nog uitziet, zag het er toen ook zo uit. En dat heeft ook zijn charme. Maar die de economie die draait hier natuurlijk ook behoorlijk op het toerisme. En dat is goed.